Ja, hoe blijf je warm op de bank? Dat is ook een grote vraag, want de wind staat pal op de dugout. Gevoelstemperatuur misschien min 5, min 6, denk ik. Bot. Van Ooyen, Derks. Dat is goed gespeeld richting Van den Berg. En Arends. Oeh, nee, wat een geluk. De doelman was veel te snel, de goal uit natuurlijk. Daar komt Kozak ook eens goed weg, zeg, in de openingsfase. Gari, gevonden door Stuit. Abdoulaye. Ettersoep, heerlijk. Doekschop. Van Nuland. Goed, en El Azouti staat helemaal vrij. Oh, wat een kans. De grootste kans voor Kozakken Boys. El Azouti. Van Nuland. Met een bekeken balletje. En El Azouti helemaal vrijgelaten. El Azouti. Mendes Moreira. Positie kiezen bij de tweede paal. Daar is hij, ja. Pires Tavares. Je voelde het aankomen. En wat cozy, goed positie bij de tweede paal. Pires Tavares. Kijken, waar is de vrije man? En die is hier. Goed gespeeld. Gari. Met Van den Berg bij hem. Goed van den Berg, want die bezorgt Excelsior Maassluis het balbezit. Van der Ende, die is goed. Nou, Van Ooyen, dit is de mogelijkheid. Van Ooyen, redding van Arends. Dit is de tweede kans in de wedstrijd voor Excelsior Maassluis. Dit is Koert in duel met Sonmez. En dit was Pires Tavares en Smit. En deze dan. Zo. Ja, terecht de gele kaart. En zo krijgt Van der Pol nog een druk middagje. Problemen voor Van Leeuwen. De vrije trap van Sonmez. Nou, is dit het moment? Nee. Stuit vergeet de bal verder mee te nemen. Die was aardig op weg. Oeh, Bot krijgt zomaar de bal gepresenteerd. Bot, van afstand, Bot! Goeie reactie van Leeuwen. Ja, dit was een cadeautje van Excelsior Maassluis. De bal blijft hangen en daar heeft de doelman alle geluk van de wereld dat Vink niet te hard schiet. Loopt dus goed af. En nu de lat. Ha. Koert ziet zijn kopbal tegen de lat belanden. En het is afgelopen. En zo wint Danny Buijs voor het eerst sinds tijden van Excelsior Maassluis. En pakt de ploeg een belangrijke driepunter in de strijd om het kampioenschap. En hij was de matchwinner, Pires Tavares, want hij scoorde de enige goal. En over 90 minuten voetbal wint Kozakken Boys zakelijk, maar wel verdiend van Excelsior Maassluis.